Hij speelde 10 seizoenen voor Donar en werd daarin 5 keer kampioen. Zaterdagavond nam Donar-legende Jason Derulo officieel afscheid van de club. In een gevulde ceremonie werd de basketballer overladen met mooie woorden van onder andere oud-coaches en oud-teamgenoten. 3, 2, 1. Daarnaast werd zijn shirt in de nok van de zaal onthuld, wat betekent dat er nooit meer iemand bij Donar met zijn nummer 8 gaat spelen. Ook kreeg Derulo, die na zijn basketbalcarrière nu leraar is bij het Noorderpoort College, de erepenning van de stad uit handen van burgemeester Koen Schuiling. Voor JD zelf was het allemaal zeer overweldigend. Het is een mooi moment. Elke speler wil zijn shirtje in de rafters te hangen. Het is een bijzonder moment voor mij. Weet je, ik denk het neemt een paar dagen, misschien een paar weken om terug te kijken en alles zeg maar processen. Het was zoveel en ik had zoveel emoties vanavond. Het was echt leuk. Alles was leuk. Maar het voelt een beetje, in Engels bij zeggen, surreal. Het voelt zo. Ik denk in een paar dagen, een paar weken terugkijken en zeggen, wauw, dat was echt bijzonder. Het was voor Jason vooral belangrijk dat zijn moeder en zoon uit Amerika er ook bij waren. Mijn zoon speelt basketbal nu. Hij wordt serieus met de sport. En het was leuk voor hem om alles te zien. En hij is ook trots van. Geeft mij een goede gevoel. Maar mijn moeder, het was echt leuk voor haar om te zijn. Want mijn vader is overleden. En zij weet de relationship ik had met mijn vader. En wij wisten het wel, hij wordt heel trots vanavond voor mij. En of we de volgende Derulo-telg ooit ook in een Donar-shirt gaan zien? Ja, ik denk hij heeft hoger ambities dan dat, maar je weet het nooit. Misschien in de toekomst. Ik hoop dat hij gewoon in high school kan goed spelen en hij kan verder met de sport gaan. Maar ja, ik ben gewoon trots met zijn work ethic en zijn, ja, hij wil het wel en hij gaat voor het. Dus daar ben ik gewoon trots van.